Ik wil eerst het woord geven aan Louise, Louise Vet. Nou, ik denk dat er maar heel weinig mensen in Nederland zo bekend en beroemd zijn en nog zo weinig hoeven voorgesteld te worden, maar toch een paar dingen over haar. Zij is de motor achter het Delta-plan Biodiversiteitsherstel. Het actieplan om de ellende, de teloorgang van onze natuur, een stop toe te zeggen. Zij was, om maar iets te noemen, nummer 1 van de duurzame top 100 van Trouw een aantal jaar geleden. Zij is emeritus hoogleraar van het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO. En ze heeft in haar wetenschappelijke carrière zich heel intens bezighouden met plant-insect interacties en vooral ook met duurzame landbouwsystemen. Ik wil graag het woord geven aan Louise. Ik ben gewoon door. Dames en heren, een enorme eer dat ik hier mag staan. En ik heb een moeilijke taak, want ik moest het allemaal opschrijven. Hè. Ik ben meestal iemand die hier rondloopt en probeert iedereen mee te nemen. Dus ik ga het proberen. Het is een soort oratie, heb ik wel het idee, hè, wat je doet. Goed, ik ga heel serieus beginnen. Mijn ontmoeting met Victor Westhoff begon met deel 1 van Wilde Planten. Ik deed eigenlijk plantecologisch onderzoek in Meijendel. Daar heb ik zo ongelooflijk veel van geleerd van dat boek, van die hele serie. Recentelijk heb ik vooral genoten van zijn selectie, dat prachtige boek wat gemaakt is, selectie uit het werk van Victor Westhoff. Wat een kennis en passie. Wat een euforische natuurreis is dat. En dikwijls is het eigenlijk ook beangstigend actueel. En dat is de herkenbare strijd om onze geliefde natuur te behouden. Een dia waar ik normaal als moeder nooit voor gekozen had, maar als grootmoeder nu wel. Op 12 februari 2021, dus vorig jaar, is mijn eerste kleinkind geboren. En dat was weer een heel diep moment voor reflectie. Want hoe zal zijn wereld er dan uitzien? Dat wordt echt 2100. En hoe wordt zijn natuurbeleving? If any, dacht ik erbij. En dat brengt me bij de subtitel van onze presentaties vandaag. Hè, biodiversiteit. Tussen hoop en wanhoop. En die wanhoop die kan flink toeslaan tijdens mijn dienstreizen. We reden door Centraal Kalimantan. En waar eens de natte veengronden en biodiverse tropische bossen stonden, thuis van de orangutan, zag ik alleen maar oliepalmen en oliepalmen en oliepalmen, zover het oog reikte, in alle richtingen, tot aan de horizon. Zoals er miljoenen hectares zijn in heel Zuidoost-Azië. Ik moest mijn tranen bedwingen. Ik bezocht de site in 2016 als voorzitter van het Scientific Program Indonesia and Netherlands. En de beheerder van de plantage, die toonde me zijn persoonlijke en nationale trots. Dit is de economische redding van Indonesië, riep hij luid. En aan het einde van de rit, op die eindeloos rechte weg, tussen die oliepalmen, tankten we biodiesel. Gemaakt van, u raadt het al, palmolie. In 2017 werd op Sumatra een nieuwe orangutangsoort ontdekt. Nog net op tijd en meteen al heel ernstig bedreigd met uitsterven. Het was een keiharde en directe confrontatie met de werkelijkheid en de omvang van het wereldwijde biodiversiteitsverlies, die ik even zo heb gevoeld bij andere werkbezoeken, zoals met DOB Ecology naar de Atlantic Forest, toch een van de biodiversity hotspots in Brazilië, waar nog maar een kruimel van over is. De dimensie van de wereldwijde destructie van ons natuurlijk kapitaal is gewoon enorm. En we weten het al zo lang. He, grenzen aan de groei, het Brundtland Report. Ja, en nu eindelijk en veel te laat is er aandacht voor de klimaatcrisis. Maar helaas, ik moet u teleurstellen en u weet het waarschijnlijk wel, biodiversiteit is eigenlijk het echte probleem. Het is een groter probleem. En er zijn... Het zijn bovendien ook crises, die klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, die heel sterk verbonden zijn. He, zowel in de oorzaak als in de oplossing. En die oorzaak is duidelijk. He. Homo sapiens is de meest invasieve en destructieve soort op deze planeet. We leven in het Antropoceen met een foute, lineaire economie die de natuur plundert, waarbij het GDP, he, dus het
wereldwijde bruto binnenlands product immer leidend is. Terwijl trouwens 44 miljoen, biljoen moet ik zeggen, dollar aan economische waardegeneratie, dus meer dan de helft van het totale GDP, is totaal afhankelijk van die natuur en van haar diensten. Hè? Zo sprak ook het World Economic Forum. Dus natuurverlies is dus ook een enorm economisch risico. Tja, tegelijkertijd zijn die reizen altijd fantastisch voor inspiratie en hoop. En echt hoop ook omdat je zichtbare successen kan zien van natuurherstelprojecten die we toch overal doen. Door herbebossing, door het vergroten en het verbinden van biodiverse fragmenten. Hè, door het stoppen met vervuiling. Want die natuur is zo veerkrachtig, ze is zo gretig. Die staat achter het hek eigenlijk te wachten totdat ze kunnen beginnen. En als ze de kans maar krijgen. Zo was ik in Brazilië, we vlogen hier overheen. U ziet de enorme gebieden van landbouw. 7% over in Brazilië. En aan de andere kant doen we daar, hebben we daar trouwens het eerste ecoduct gebouwd in Brazilië met DOB Ecology. En zien we dat we de Golden Lion Tamarind, dat aapje wat alleen daar voorkomt, gewoon kunnen redden door die verbinding. Wetenschappelijk bewezen helpen die verbindingen van die bosfragmenten. Ja, en ja, misschien wel juist in Nederland, hè, kan ik eigenlijk die pijn van verlies heel sterk ervaren. Bijvoorbeeld bij het zien van louter Engels rijgras en snijmaïs op plaatsen waar ik eerder genoot van kruidenrijke graslanden en soortenrijke struwelen. Ik hoor daar die veldleeuwerik niet meer. Die was er altijd. 90% gedecimeerd, hè? Die populaties. Nou ja, en ik zoek naar mijn favoriete insecten. Ik zocht ze altijd op koeienvlaaien bijvoorbeeld. Hè? Daar had ik sluipwespen die daarop paisteerden. Zijn er niet meer. Hè? Die koeienvlaaien zijn vaak steriel. Zo ervaar ik het biodiversiteitsverlies tijdens mijn eigen leven. Wat er was en er niet meer is. Het agrarisch landschap is uniform rechtgetrokken en omarmt het biodiverse leven niet. Niet meer stikstof, bestrijdingsmiddelen, vermesting en verdroging eisen hun tol. En het is niet, het is natuurlijk vooral, maar het is niet alleen de landbouw. Hè? Ook de verstedelijking, de verstening, de verdozing, de verstoring. En onze nationale netheidsmanie en onkruidaversie. Die leidt tot habitat- en soortverlies. Ik zeg wel eens, het tuinpad van mijn vader is vervangen door bramen, heel veel bramen en brandnetel. En er is dus inderdaad een beangstigend verschil tussen de natuurbeleving van Westhof in die tijd, mijn natuurbeleving en die van mijn kinderen. Ik hoor het ze nog zeggen, mam, het is hier toch mooi groen? Dan sta ik met tranen in het Guldal, waar ik de plantensoort heb leren kennen. Tja, we praten over basiskwaliteit natuur, maar wat is dat dan nog? Ja, niet alles kan overal. De staat van de natuur is in Nederland op Griekenland na het slechtste van alle EU-lidstaten. Als lid van de commissie Remkes was de beleidsreconstructie, ik kan hem u aanbevelen als u het aan kan, dat is bijlage 3, van ons eindadvies. Het was voor mij in ieder geval een super frustrerende eye-opener. We zijn kampioen in ontkenning en juridische geitenpaadjes. We beloven en niet doen. Want economische belangen gaan altijd voor. En de boer, hij ploegde voort in de wurggreep van de neoliberale groei- en exportambitie. Gestuurd door overheid, banken en commerciële adviseurs. Verleid door het gewrocht van oneigenlijke voortgang. Bent u er nog? Helemaal pessimistisch, in depressieve toestand geraakt. Nou, niet doen, want er zijn ook in Nederland fantastische voorbeelden van hoe het wel kan. En dat heb ik al gezegd, hè, want het kan wel biodiversiteit herstellen als wij het maar willen. Hè, en als wij maar de juiste condities creëren. Nou, denk bijvoorbeeld aan het prachtige grote project Ruimte voor de Rivier. Hè, of de Marker Wadden. Nieuwe natuur, hè, waarvan we de biodiversiteit trouwens niet eens helemaal kunnen voorspellen vaak. En
Ja, je creëert eigenlijk een leefgebied. Hè? En, nou, ik kom nu niet met orchideeën, was hier misschien beter geweest. Maar ik zeg gewoon, je creëert die goede condities, die heterogeniteit en verbindingen in het landschap. Want ik denk echt, daar begint het echt. En je krijgt er biodiversiteit en veerkracht voor terug. Want in het Engels zeggen we wel, diversity begets diversity. Want zo wist ook Westhoff, hè, dat mensen spelen al eeuwenlang niet alleen een cruciale rol bij het verlies van biodiversiteit, maar ook bij het ontstaan van biodiversiteit, vooral in Nederland. Nederland is een uiterst gevarieerd half natuurlijk landschap met een grote verscheidenheid aan soortgemeenschappen en habitattypen en ecosystemen. En niet alleen door die unieke ligging, hè, met die vier rivieren in die delta, maar vooral ook door de hele lange geschiedenis van intensieve mens-natuur interacties. Akkerbouw, veeteelt, houtproductie. En zoals zo mooi beschreven in De Ontdekking van de Natuur, ook een van de vele geschriften van Joop Schaminé, eerste auteur Luiten van Zande, het boek uit 2021, fantastisch boek, hebben we de natuur eerst naar ons hand gezet ten behoeve van de voedselproductie, tijdens de eerste domesticatie, zeg maar, vanaf zo'n 10.000 jaar geleden. En nu zitten we eigenlijk in die tweede domesticatie van de Nederlandse natuur, waarbij we natuurlijke processen manipuleren om die biodiversiteit juist te behouden of te herstellen. En dat is eigenlijk de heersende natuurvisie geworden. He, behoud door beheersing. Actie van mensen is inmiddels cruciaal geworden voor biodiversiteitsherstel. Maar dan moeten we het wel willen en doen. Nou, en daar schort het nou nogal aan. De geschiedenis leert dat het niet helpt om als ecoloog alleen de data te leveren dat het misgaat met die natuur. Dat hebben we nou jarenlang gedaan, dames en heren. Biodiversiteit is een maatschappelijk probleem en dan moeten we het ook maatschappijbreed oplossen. De noodzaak voor maatschappelijke en economische verandering is immers nog nooit zo helder geweest. Veel belangrijke maatschappelijke en door de mens zelf veroorzaakte problemen hangen met elkaar samen. Ik zei het al, klimaatverandering, maar ook grondstoffenschaarste, de COVID, de oorlog, sociale ongelijkheid, doorgeslagen globalisering en verlies aan biodiversiteit en goed functionerende ecosystemen. Het enige volhoudbare systeem is eigenlijk een economie die meedraait met die van die natuur, die daarin past. En ja, het leuke is natuurlijk dat we eigenlijk meer dan 3,5 miljard jaar research and development hebben, wat die natuur voor ons heeft gedaan. En die levert ons dus hele wijze lessen. U kent ze wel, de eerste is dat we die kringlopen moeten sluiten. Daar is onze ambitie voor de circulaire economie immers op gebaseerd. Dat energie van de zon komt, jongens. Hè? En dat we daar ons ook op moeten concentreren. En dat de diversiteit de basis is van al het leven en de veerkracht van elk systeem. Goed, en alles is verbonden. En dat is meer mijn eigen vakgebied, bovenondergronds, plant-insect-interacties, et cetera. Het is verbonden in diversiteit, in verbondenheid, in samenwerking, in afhankelijkheid. En dat is exact wat die veerkracht geeft. En dat betekent dus dat wij ook in systemen moeten denken en dat wij ook bij het oplossen van onze grote maatschappelijke uitdagingen, ja, dat systeem moeten bekijken en daarnaar handelen en geen silo denken, geen aparte oplossingjes moeten gaan verzinnen die het probleem vormen voor de volgende, voor iets volgend. En de grond onder ons bestaan is die levende bodem. De toenemende kennis van de levende bodem en al zijn functies worden steeds belangrijker voor de verduurzaming en het behoud van hoge productie van onze landbouw. He, waarbij niet langer die agronomie en economisch gewin als uitgangspunt geldt, maar de ecologie en volhoudbaarheid. Niet langer alleen maximalisatie van de productie, maar optimalisatie van alle bodemfuncties die we hard nodig hebben. Dus functie volgt bodem, in plaats van, zoals nu, andersom. Gaan wij dan ook goed om met die bodem? Nou, ik dacht het even niet. We hebben net een UNCCD recent rapport gehad en die laat zien dat we 40% van al het land op deze planeet eigenlijk al aan het degraderen is. En het is dus ook niet raar dat wij nu zeggen, jongens, we hebben gewoon een decade van ecosystem restoration. Dat is wat we moeten gaan doen en dat gaan we ook doen. En
dan word je weer ontzettend geïnspireerd. En als u hem nog niet gezien heeft, moet u ernaar kijken. U kan hem zo vinden op YouTube. John Liu, die heeft gevolgd het ecosysteem restauratieproject in China. Enorme arealen. Binnen 10, 15 jaar. Ik laat u 4 plaatjes zien van voor en van na. Hoe het mogelijk is om totale degeneratie om te zetten in productieve ecosystemen. Oef. Nou moet ik even blijven. Ja. Terug naar... daar wilde ik nog bij zeggen. Dat ik dus super trots ben eigenlijk. Dat ik met verschillende organisaties als Commonland, DOB Ecology, maar ook Wereld Natuurfonds mag werken aan grote projecten in de wereld. Want het is hard nodig. Terug in Nederland. Hierom zijn we in 2018 gewoon het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gestart. Geïnitieerd door het Netherlands Ecological Research Network. Hè, dat zijn eigenlijk alle ecologen in Nederland die het toch eigenlijk wel beu waren om altijd aan de zijlijn te staan roepen dat het fout gaat met die biodiversiteit. Dus we hebben een maatschappijbrede coalitie gevormd van wetenschappers, boeren, natuurorganisaties, banken en bedrijven. Meer dan 200 partners en supporters werken samen aan een ambitieus doel. Op zeg 90% van al het land in Nederland in 2030 alle grond in Nederland op weg naar biodivers. Met een gedeeld droombeeld, heel belangrijk, van een aantrekkelijk landschap waar je wil werken en wonen en recreëren, grotere biodiversiteit, duurzame voedselproductie, met een goed verdienmodel voor de boer, samen daar naartoe werken met een gebiedsgebonden aanpak, waarbij bodem en water leidend is voor de inrichting van het landschap, hè, waar je stakeholders in meeneemt, samen, en waar je het grote publiek gaat beïnvloeden. Ik denk Westhoff zei wel eens, ieder land krijgt de flora en de regering die zij verdient. Inderdaad. Goed, herstel van biodiversiteit op alle grond in Nederland. Wat is daar eigenlijk voor nodig? Nou, we hebben samen met al die kwartiermakers hebben we 5 succesfactoren daarvoor geïdentificeerd. Ik ga ze niet heel diep op in, maar draagvlak en gedeelde waarde kwam steeds hoger. Dat is absoluut belangrijk. De verdienmodellen. Stimulerende en coherente wet en regelgeving. Overheid. Kennis en innovatie en educatie. We weten wel heel veel, maar niet alles. Hè? Op vele fronten. Samenwerken op gebiedsniveau. Want het is toch overal anders. Dus we werken aan een bottom-up beweging. Aan een systeemverandering vanuit een positieve benadering. Dat is een transitie eigenlijk door een soort accumulatie van hele kleine betekenisvolle stapjes. En dat is vergelijkbaar met de small wins transitieperspectief van Katrien Vermeer, die ons ook heeft geïnspireerd en geholpen toen we daaraan begonnen. Katrien Vermeer is hoogleraar bij de WUR. Verleiding en verbeelding met begrip voor elkaars belangen. Luisteren naar elkaar. En dan zoeken naar synergie. He, naar 1 plus 1 is 3. Dat is niet een beetje gaan zitten... Dat je allebei naar buiten komt met stoom uit je oren, omdat je het eigenlijk allebei verschrikkelijk vindt. Polderen, ja, ik zocht het woord. Het is een wortelbenadering, zeg ik wel eens. En ja, de stok is ook heel erg belangrijk. Dus ik ben eerlijk gezegd best wel dankbaar voor Johan Vollebroek en Mobilization of the Environment. En voor het feit dat we nou het recht aan de natuurkant hebben door de rechtszaken van de PAS. Door het faciliteren van innovatieve voorlopers en het tegenwerken van achterblijvers zal het peloton gaan schuiven en het nieuwe normaal ontstaan. Wat is nu de stand van zaken bij de verschillende sectoren? Dan begin ik bij de boeren. Het was niet makkelijk deze lezing te schrijven en dit weekend te moeten ervaren. Maar dat even terzijde. De agrarische gemeenschap is zo divers als een kruidenrijk grasland. Veelkoppig en velen ook heel koppig, waarvoor veel begrip. Hè, as we speak zitten we in de pijnlijke chaos van de veel te lang uitgestelde en hoogst noodzakelijke landbouwtransitie. De meerderheid van de boeren zit nu nog in die ontkennende fase en in de lock-in van het oude systeem, met een groot en terecht wantrouwen richting de overheid.
Het oude moet worden afgebroken. En ja, er zullen veel verliezers zijn. Hoe pijnlijk is dat niet voor al die boeren die jarenlang het zwalkende overheidsbeleid braaf hebben gevolgd. Maar zoals ik eerder beschreef in mijn duurzame troonrede, als ik iets mag aanraden. Crises gaan altijd gepaard met een periode van chaos en wilde innovaties. Rijp en groen, die uiteindelijk zullen evolueren tot een nieuwe koers. En dat zien we nu inderdaad gebeuren. Er is een sterk groeiende bottom-up beweging van boeren die al aan verandering werken. En het bruist van de inspirerende voorbeelden en alternatieven. Ja, te veel om op te noemen. Ik ga toch een paar noemen en dan krijg ik straks te horen, u hebt mij niet genoemd. Nou, dat bij deze excuus. Maar de kringloopboeren, de duinboeren, de bodemboeren, Weiland, Caring Farmers, Boeren van Amstel, Herenboeren, Graangeluk, Voedsel Anders, Agroforestry, Voedselbossen, etc. Allen natuurinclusiever, veel meer gericht op lokale afzet en korte ketens, wars van grootschalige export. Maar ook een nu nog reguliere boer zal niet aan een transitie kunnen ontkomen. En cruciaal voor hun verandering is dat verdienmodel. Een boer kan niet groen doen als hij rood staat, wordt vaak gezegd. Maar wel als het verdienvermogen gegarandeerd is en er langjarig toekomstperspectief wordt geboden. En het Deltaplan werkt dus hard, het Deltaplan is van niemand, het zijn dus alle partners, het werkt hard aan nieuwe gestapelde verdienmodellen, gebaseerd op KPI's, Key Performance Indicators, iets wat een boer kan doen. Waar dan meerdere partijen financieel aan kunnen bijdragen. Zoals gestart is met de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Als boeren in ons landschap, als boeren ons landschap beheren en ecosysteemdiensten leveren, dan moeten ze daar toch gewoon voor betaald worden? Ik zie het eigenlijk gewoon als een nutsvoorziening, net als wegen aanleggen of onze energie. En die behoeft dus structurele, langjarige publieke financiering. En dat is geen subsidie, dat is gewoon beloning voor werk. Hoe zit het dan met die agrofoodpartners, die ketenpartijen? Ik zie wel een groeiend besef van de noodzaak tot veranderen, ook voor henzelf. Er is wel aandacht voor biodiversiteit met projecten, maar concrete verankering van bevordering van biodiversiteit in de eigen bedrijfsvoering en het belonen van biodivers ondernemen, dat ontbreekt echter nog. En daar moet dus veel meer druk op komen, ook vanuit de overheid. En het staat in het regeerakkoord, dus daar gaan we ze ook aan houden. Maar joh, er zijn zoveel koppelkansen. Dat is echt fantastisch. En vele partners zitten bij het Deltaplan. De waterschap, het staat in de missie van elke waterschap inmiddels. Ze zijn allemaal partner inmiddels. En het is deels al in uitvoering. Want er is een groeiend besef dat werken met de natuur helpt om hun eigen doelen te bereiken. Waterveiligheid en waterkwaliteit. Dus nature-based solutions in plaats van altijd technologie leidend. En die infrapartners, Rijkswaterstaat, Tennet, ProRail, etc. Fantastisch, zijn ook partner. En ook daar groeit het besef, en dat zie je in het ecologisch beheer. Ja, en maar ja, eigenlijk, u ziet het ook om u heen, ik hoop het. Want daarmee bereiken we ook het grote publiek. De stad, de bermen, de dijken, de oevers, de houtwallen. Allemaal mooie voorbeelden. Ja, goed tegen die onkruiddiversie die er is. Hè? Dat is best nog wel een dingetje. De koppeling met die noodzaak voor klimaatadaptatie, die helpt juist die bewustwording en het draagvlak van het algemene publiek. Want ik vind een groene woon- en werkomgeving, dat is fundamenteel voor onze mentale en fysieke gezondheid. Absoluut cruciaal. We zien dat daar waar het er niet is, dat het ook echt effect kan hebben op de levensverwachting zelfs. Biodivers groen in je directe omgeving zou gewoon een mensenrecht moeten zijn. Dus overheid, ga nou morgen beginnen met deze prachtige landschapselementen. Hè. Dit is ons enige UNESCO biosfeergebied, de Maasheggen. En daarvoor hebben wij ook een aanvalsplan landschapselementen geschreven. 10% blauwgroen dooradering door heel Nederland op alle gronden. En dat betekent dus, dat zijn ook akkerranden, het zijn ook sloten en het is natuurlijk gebiedsgebonden verschillend. Maar cruciaal dat het er komt. Het is ook een eis van Europa, dus je kan het morgen doen, je kan het zo regelen. Wet en regelgeving en financiering, het ligt allemaal klaar.
Nou, gaan we dus doen. En omdat het zo leuk is, zit hier de auteur, ik weet niet waar zit je, Kenneth Rijsdijk, waar zit je? Daar, en die heeft zijn boekje meegenomen en zijn fascinerend boekje, koop het straks van hem, want hij heeft 21 fantastische functies gedefinieerd over wat die heggen eigenlijk doen voor ons als mens en de hele biodiversiteit ook. Dus fantastisch, leuk dat je er bent, Kenneth. En ja, we gaan onderzoek doen, hè? Dat doen we al. Hans zal er ook nog even op ingaan natuurlijk. Dat die kennisontwikkeling en die kennisdeling, die moeten we natuurlijk ook transdisciplinair doen met die verschillende partners. En dat doen we nu ook. Niet alleen gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda en NWO en LNV, maar we hebben ook een groot live IP-programma, het grootste live IP-EU-gefinancierde programma, All for Biodiversity. Dus het gaat gebeuren in vele plekken in Nederland. En waar ik heel blij mee ben, dat is die financiële sector. Want die ziet nu dat, ja, een beetje minder klimaat, een beetje minder CO2, hè, dan sta je hoog in de Sustainability Index. Maar pardon, als je hele ecosystemen om zeep helpt, hè, dan ben je wel even heel fout bezig. En dat is dus een financieel risico, want er wil niemand meer in je beleggen en er wil niemand meer in je investeren. En dat is een financieel risico. En er werken nu 98 partners wereldwijd mee al aan deze Finance for Biodiversity Pledge. En ik heb echt hoop dat met impact investors ook aan de voorkant, dat we daar een hoop kunnen doen. Niet alleen maar meer CO2 gerelateerd, van een beetje minder CO2 word je ook niet echt vrolijk, maar van een beetje meer biodiversiteit word je hartstikke vrolijk. Dus dat is veel beter. Nou, en we hebben heel erg veel burgerinitiatieven. En heel fragmentarisch, maar zeer inspirerend en aanjagend. En daarom hebben wij ook van het Deltaplan uit het Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds. Waar je als burger, boer, samenwerking een klein beetje geld kan krijgen om dat voor elkaar te brengen. En we hebben een kaart van alle projecten. Dus als u iets van plan bent, dan kunt u ook kijken wie er bij u in de buurt ook al iets van plan is of doet. En we hebben natuurlijk deze fantastische, heeft u waarschijnlijk wel gezien op tv of overal, een publiekscampagne wat de Nationale Postcode Loterij voor ons heeft gefinancierd, hartstikke goed, over biodiversiteit. Wat is het dan? Waarom is het nou belangrijk? En wat kun je er zelf aan doen? En dat vind ik wel een hele belangrijke, hè, want wij kiezen de regering. Is er nu echt een sterk momentum voor herstel van biodiversiteit? Ik moet even kijken, want anders heb ik een probleempje. Zo. Ja. Is er nu echt een sterk momentum voor herstel van biodiversiteit? Is er hoop? Ja, ik denk door die vele bottom-up initiatieven die ik u liet zien en ontwikkelingen. Er is een niet te stuiten beweging richting natuurinclusief. Wat we echter zo lang hebben gemist en waar ik nog steeds niet zeker van ben, is lef en doorzettingsvermogen van de overheid om nu echt afstand te doen van het jarenlange groei boven groen beleid. Het zal wel moeten, want het gaat niet alleen om natuur. We hebben immers ook een klimaat, een bodemdaling, een waterschaarste en een waterkwaliteitsprobleem. En die kaderrichtlijn water gaan we ook niet halen in 2027. Dat wordt dan de nieuwe pas. Dus Nederland zit op slot, dat is, schijnt voor een heleboel politici de enige reden te zijn waarom we het anders moeten gaan doen. Let it be, zolang wij de biodiversiteit maar terugkrijgen. Komt er nu echt een langjarige duidelijkheid over de toekomst van ons landschap? Waar de landbouw, de boeren, de woningbouw, de energietransitie immers allemaal in samenkomen. Naast moedige keuzes van de overheid, want niet alles kan en niet alles kan overal, vergt dat een integrale aanpak, geen deeloplossingen, zijn we nog niet, met concrete kaders en duidelijke doelen in tijd en ruimte met wettelijke borging en handhaving, waar Nederland absoluut niet goed in is. Alleen boeren uitkopen, dat geeft geen pas. Vond ik wel mooi eigenlijk. Veel belangrijker is boeren en ook andere grondgebruikers te inspireren hun bedrijfsvoering zelf te hervormen naar toekomstbestendig natuurinclusief. Boeren zullen hierbij hulp moeten krijgen en niet alleen financieel, maar ook op sociaal-psychologisch gebied. En dan van personen die ze vertrouwen, want de emotionele schade is enorm. Onderschat dat niet. Ik heb daar echt een heel erg pijnlijk gevoel bij wat er nu gebeurt met die boeren.
Er is eigenlijk een landschapscommissaris, à la een soort deltacommissaris, nodig, met een langjarig en ruim mandaat en budget, die losstaat van de politiek, van de waan van de dag, die integreert en uitvoeringskracht ontwikkelt. En dan zeg ik altijd tegen ouddenkers en tegenstribbelaars en sommige politieke partijen, deze transitie biedt een nieuw en lonkend perspectief voor overheid en bedrijfsleven. Hè? Want Nederland is een druk bevolkte metropool, een soort stadstaat zou je zeggen. En als wij met onze innovatieve agrarische sector, want dat zijn ze wel, laten zien dat we duurzaam voedsel kunnen produceren en tegelijkertijd die biodiversiteit kunnen laten floreren, dan hebben wij het kennisexportproduct voor alle metropolen in de wereld. En binnenkort woont 70% van alle bevolking in steden. Hè? En het is vergelijkbaar met onze waterkennis. We exporteren geen dijken, we exporteren de kennis. Dus laat Nederland dat zaadje planten voor een tweede en nu echt groene revolutie. Die ook sturend is voor de gehele internationale agrofoodsector. Een toekomst waarvan de houdbaarheidsdatum niet zomaar verstrijkt, vergt een maatschappelijke ecologisering van ons wereldbeeld. Oftewel van egocentrisme naar ecocentrisme. Bij dit plaatje zeg ik wel eens, ik vind het sowieso een waardeloos plaatje, dat linkse, want dat mannetje staat bovenaan en dat vrouwtje eronder. Dat is sowieso een foute boel, ja. Maar goed. Maar goed, egocentrisme hebben we, ecocentrisme moeten we gaan krijgen, zodat we de natuur niet alleen gebruiken voor ons eigen gewin, maar haar ook koesteren, hè, om haar intrinsieke waarde, omdat we er zelf onderdeel van zijn. En dan verwijs ik naar de prachtige reden van prinses Irene 3 jaar geleden. Hè. Ik sluit af. Hoop? Ja, jazeker. Ik zie optimisme als een morele noodzaak. Voor mijzelf, voor mijn kleinzoon Thomas en voor alle levende wezens waar hij deze planeet mee hoopt te blijven delen. De natuur biedt veel oplossingen. Als wij die nu omarmen, dan zijn wij er misschien ook nog bij als die oplossingen werken. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel, Louise, voor deze prachtige en inhoudsvolle lezing. Ik heb nu al bijna gelijk zin om weer terug te gaan luisteren en terug te gaan kijken. Je bent allesbehalve naïef. Je bent iemand die ontzettend veel gezien heeft en ontzettend veel ervaring heeft. En het is fantastisch om jou dan te horen zeggen, er is hoop. En als we kijken naar de wanhoop of hoop, hè, de wedstrijd vandaag, dan staat het nu 1-0 voor de hoop. Je wijst op de maatschappelijke verandering die moet plaatsvinden en je zegt, het is mogelijk. Nou, ik ben ook van die partij. De boeren hebben we daarbij nodig. Je maakte al een woordspeling op het woordje pas. Maar te pas en te onpas boeren uitkopen, dat is niet de oplossing. We hebben die boeren keihard nodig, alleen in een andere bedrijfsvoering. Ik was echt een beetje boos op de Volkskrant een paar dagen geleden, waar 2 pagina's breed de kop stond van geen landbouw meer mogelijk rondom natuurgebieden. Dat is niet het verhaal, lieve mensen. We hebben de landbouw nodig rondom onze natuurgebieden, maar wel de goede landbouw. Het is helemaal niet zo'n heel ingewikkeld verhaal, maar je moet het wel goed vertellen en je moet de juiste woorden ervoor kiezen. We hebben nodig dat we een basiskwaliteit aan onze natuur weer teruggeven. Anton Stoster en Robert Kwak, die hier allebei zitten, de exponenten van basiskwaliteit natuur, die hebben dit al jarenlang geroepen, maar we moeten er daar naartoe. We moeten een basis hebben en van daaruit gaan we verder bouwen. 1-0 staat het voor de hoop. En we gaan kijken wat de volgende spreker daaraan toevoegt. Misschien gaat hij een penalty nemen zoals